ben Laura Versterk, maak een programma voor Nederland 3. En nou ja, deze aflevering gaat eigenlijk over aantrekkingskracht. Is het iets waar je mee geboren wordt? Of is het iets wat je ook aan kan leren als je het niet van nature hebt? Of misschien bang bent of geblokkeerd? Maar nu ben ik een dagje mee geweest en ik heb dus echt gezien dat aantrekkingskracht wel degelijk voor een heel groot gedeelte ook aan te leren is. Want er waren jongens die komen binnen in deze cursus en die waren echt toch een beetje geblokkeerd of angstig of simpelweg gewoon niet genoeg ervaring. En die moesten gewoon een aantal vaardigheden leren. En ja, heb ik echt verbluffende dingen gezien. Er zijn vrouwen versierd, er zijn nummers uitgewisseld. Er is best wel veel lol gemaakt. En, nou ja, het is ook gewoon hoop toch voor iedereen die denkt dat het nooit wat wordt in de liefde. Ik heb gezien vandaag dat het dat je een heel eind kan komen. Wat drijft ons mensen in de liefde? Van de allereerste aantrekkingskracht tot aan het happy end. Zelf heb ik 2 serieuze relaties gehad. Liefdesverdriet, geluk, ongeluk, verliefdheid. En zelfs na dit alles begrijp ik er eigenlijk nog maar weinig van. Dus onderzoek ik in deze serie het doolhof van de liefde. Want voordat je het weet, ben je de weg kwijt. Mijn onderzoek begint bij het allereerste begin. De aantrekkingskracht. En dat zit hem ook in hoe je je gedraagt. Ik moet je ogen echt openstaan voor een nieuwe ervaring. Ik kijk wat je zelf kunt doen om aantrekkelijker te zijn voor de andere seksen. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Laatste kans op liefde. Soms komt er een vriendin aan en die heeft dan nieuwe liefde. En dat is dan een hele leuke, slimme, knappe vent. En dan denk je, hey, leuke vent, maar ik val er niet op. Ik zou er niet mee in bed willen liggen. Dat is wel grappig, want zij dus wel. Dus dan denk ik, hoe zit dat eigenlijk met die aantrekkingskracht? Want als je zo in de stad kijkt, zijn er natuurlijk heel veel leuke mannen en vrouwen. Maar heel soms komt er bij iemand echt een gevoel los. Dan val je erop, dan word je verliefd. Ja, in mijn geval is het natuurlijk altijd weer als het net niet uitkomt. Dan ben je aan het draaien met een leuke cameraman of zo. En dan ja, ben je het haasje. En dan kan je dan ook niet meer stoppen. Nou ja, daar gaat deze aflevering over. Waar vallen wij mensen op? En waarom val je nou wel op de een en niet op de ander? Nou, dat gaan we nu uitzoeken. Ik ben dus benieuwd welk deel van je aantrekkingskracht aangeboren is en wat je er zelf nog aan kunt doen. Dus heb ik afgesproken met Daan. Hij is versiercoach en hij leert mannen hoe ze aantrekkelijk over kunnen komen. Hoi. Lauren. Daan. Hoi Daan. Hey, leuk je te ontmoeten. Ja, hetzelfde. Als je het over aantrekkingskracht hebt, hè? Dan zou je misschien denken dat het aangeboren is. Maar als ik nu een beetje heb gelezen wat jij doet, dan ben jij denk ik iemand die zegt, nee, je kunt het jezelf voor een heel groot deel ook aanleren. Toch? Als je als een kikker wordt geboren, kan je nog steeds een prins worden. Zoiets. Het is een vaardigheid en die kun je leren. Oké, en hoe kom jij bij dit werk? Ik was altijd vrij extreem onsuccesvol met vrouwen. En er was een punt waarop ik was van, oké, nu is het genoeg. En toen zat ik bij een meisje in de friendzone. En ik dacht, weet je, als ik nog iets langer vrienden met haar ben, dan wordt het wat tussen ons. En toen nam ik op een gegeven moment een vriend van mij mee. En toen ontmoette zij die vriend. En die in anderhalf uur tijd lag hij met haar op bed, haar stiekem een beetje daar beneden te frunniken met een meisje waar ik stiekem heel erg verliefd op ben. Maar die vriend van jou ook? Die heb je ook de deur uitgezet, of niet? Nee, want hij wist eerst dat ik verliefd op haar was. Want je hebt een verleden vol met pijnlijke blauwtjes. Mag het nu wel zeggen, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Hoe lang geleden is het dat jij deze cursus gedaan hebt? 7,5 jaar. En heb je in die 7,5 jaar wel succes gehad bij vrouwen? Ja, dat is wel een stijgende lijn wel echt, dat, en wat heb je dan veranderd aan jezelf? Ik ga nu meestal nuchter uit. Dus ik ben gewoon meer emotioneel beschikbaar. En ik maak minder domme fouten die je misschien maakt als je dronken bent. En ik stap gewoon meer op vrouwen af. Dat alleen al maakt gewoon dingen beter en makkelijk. En vooral, ik doe alles veel rustiger aan. Eerst bewoog ik heel snel, ik sprak heel snel. Nu ben ik veel kalmer en ik ben gewoon geïnteresseerd in haar. Waar vallen vrouwen op? Het is zeker wel een stuk leiderschap. Dus niet dingen aan de vrouw overlaten van, hey, wil je misschien een keer uit? Maar heel leidend daarin zijn van, hey, laten wij een keer samen koffie drinken, jij en ik. Wauw.
Maar eentje die heel erg onderschat wordt, is kwetsbaarheid. Dat je gewoon heel eerlijk durft te zijn. Hey, wauw, ik vind jou gewoon ontzettend leuk, lijk je me, en ik wou je ontmoeten. Mijn naam ik is Ik vind het ook aantrekkelijk, hoor. Ja. Ik hoef ook niet een man die altijd stoer is. Dat vind ik saai. Ja, ja. Ja, dus jij bent een meester in het aanspreken van vrouwen, zeg je. Nou, zullen we dat even gaan testen? Dat is goed. Ja? Ja, ik kan zo van aanspreken. Oké. Okay. Nou, laat maar zien even dan. Volgens Daan zit aantrekkingskracht dus vooral in de juiste combinatie van mannelijkheid en kwetsbaarheid. En als je die op de juiste manier gebruikt, nou, dan vinden vrouwen een man snel aantrekkelijker. Hoi. Heeft iemand jou vandaag al verteld dat je heel mooi haar hebt? Oh, dankjewel. Alsjeblieft. You are so looking good. Ah, you're cool. Oh, I'm sorry, I'm full of mayonnaise. That's very Dutch of you. Yes. So what are you up to today then? I just finished work, in fact. And then later on I'm gonna meet some friends. I kinda have to head on. Let's have a drink sometime, like coffee. For which purpose? Anything is possible. Okay. Cool. 06. Okay. And your name is? Dan. As Dan. In, like in Daniel. Okay, have yeah. a nice day. Yeah, you too. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. Daan zegt dus dat iedereen zijn aantrekkelijkheid kan versterken en dat het dus niet alleen is aangeboren. Bij vrouwen telt dus hoeveel testosteron een man heeft. En dat kun je als man beïnvloeden. Bijvoorbeeld in de sportschool of door je gewoon mannelijker te gedragen. Zoals versiercoach Daan al zei. Hij heeft dat ooit zelf geleerd van zijn grote voorbeeld Arnoud. En vandaag gaan ze dat samen weer aan anderen leren. Goeie plek, hè? Ik ontmoet Wouter en Max. Zij krijgen vandaag les. Hoi, Lauren. Johan. Hoi. Jullie zijn de cursisten? Ja, klopt. Dus jullie gaan vandaag deze heren coachen? Yes. Ja. Oké. Okay. En waarom doen jullie deze cursus? Ik was mijn zelfvertrouwen, ik heb er redelijk wat meegemaakt daarvoor in het leven. Op meerdere vlakken. En ik denk ja, dat ik daar best wel wat dingetjes heb opgelopen. En dat ik dacht van, hey, dit, op deze manier wil ik dit leren. En ik wil gewoon... Ik ben een beetje beschadigd door de liefde. Nou, ik denk wel een stukje, ja. Ja, ik best wel veel. Ja. Je kunt zo hard op je bek te doorgaan, zeg maar. Ja, en dat doet zo zeer en dan kun je zo onzeker door worden. Ja. Heb jij een soort gelijk verhaal dat je ook een beetje beschadigd was of toch ergens onzeker gemaakt? Nou, ja, nou goed. Ik had een relatie een paar jaar geleden. En dat was toen, dat was toen klaar. Maar om zomaar op een vreemdeling af te stappen, dat veel vrouwen hebben niet door hoe... beangstigend dat kan zijn voor een man. Ja, ik ben geen man, maar wat is er dan precies zo eng aan? Als man kan het voelen, als je dit faalt, dan ben je niks meer waard. Of dan is je sociale waardigheid gewoon helemaal kapot. Terwijl als je dat vaak... Je ego, denk ik. Voor een belangrijk deel draait deze cursus dus om het bestrijden van hun angst. Daan helpt ze op straat en ik kijk met zijn collega Arnoud via een monitor mee of ze daarin slagen. Cursus Max begint. We beginnen gewoon even een paar keer met compliment geven. En je enige intentie bij het geven van een compliment is... ik wil haar gewoon echt zo'n geweldig mogelijk gevoel geven. Ja, ja no pressure. No pressure. Je ziet nu aan hem hoe dat hij best wel een beetje gespannen is. Hè? Schouders zo, een beetje zo heen en weer. Bij die hoi, sorry, ik wou even zeggen. Ik vind jouw zonnebril echt super kek gewoon. Oké, okay, ja, ik zag dat ik moet er iets van zeggen. Okay. Echt super cool. Fijne avond. Ja. Fijne dag trouwens. Zeker niet slecht voor een eerste keer dag. De meeste mannen durven dat niet. Er komen cursisten bij jullie die eigenlijk geblokkeerd zijn, hè? Zeiden jullie. Geblokkeerd in het een vrouw benaderen. Maar waar komt dat meestal door? Merendeel van de mannen die bij ons komen zijn typische nice guys. Dus die hebben op een of andere manier hebben ze meegekregen van... als ik heel lief doe, dan gaat ze me aardig terugvinden. En dan leven we nog lang en gelukkig. Maar dat is gewoon niet. Want je moet een bad guy zijn. Nee, maar je moet wel... krachtig zijn. Dus jij wil ook niet een kerel die je moet gaan verzorgen. Dat werkt gewoon niet. Ik moest je gewoon even aanspreken, sorry. Maar ik ga je niks verkopen of zo, hoor. Maar ik wou gewoon even met je praten. Ik geloof hier geen ene bal van, als vrouw. Nee, snap je wat ik bedoel? Laatste kans op liefde. Ah. Ik denk dat hij telemarketeer is en dat hij dan aankomt met een aanbieding voor een nieuwe abonnement of zo. Ja, ze gaat nooit verliefd worden op de duty zinnetjes, gewoon zegt. Hoeveel procent van hoe aantrekkelijk je bent kun je aanleren? 50%.
De helft. Dus ja. De helft word je mee geboren en de helft kun je aanleren. Ja. Hello, ladies. Hi. I just wanted to say, I think you, your pants. Hij probeert nu een normaal gesprek te hebben op 3 meter afstand. Going with the flow. Going with the flow. Well, I'm like a river. You can flow on me all you want. Wat zijn de do's en wat zijn de don'ts? Wat don'ts zijn, is een vrouw overvallen. Dus dat je haar laat schrikken, dat je haar oncomfortabel laat voelen. Do's, wel heel chill erin gaan, maar dan vrij snel de leiding nemen over het gesprek. Hoi, mevrouw. Of jonge dames, dat was dat wel. Hey. Nee, ik zag je lopen en ik vind gewoon, een hele mooie uitstraling hebben. Dus ja, nou, we gaan met, ik ben Max. Hoi. Hoi. Kijk, ga je naartoe? Ontspannender. Hey, nu heb ik al ondertussen 2 vragen gesteld. En nu mag jij mij een vraag stellen. Wil je ook nog? Ik woon in Purmerend. Oh. Kijk, dus hij is nu wat dominanter. En je merkt dat stiekem wel een beetje leuk vindt. Tot ziens, veel plezier. Ja, ik vond hem nu wel sympathiek, hè? Er zit progressie in, maar het is nog niet waar we willen zijn met hem. Waarom niet dan? Nou, ik vind het nog te gemaakt. Een deel van je aantrekkingskracht kun je dus zelf aanleren. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet voor iedereen even makkelijk. Nu is Wouter aan de beurt. Ja. Wat ik wil doen is dat je haar heel duidelijk wel stopt en dan je compliment geven. Ah, ja, dat is goed. Ja. Hi. Hi. En je hebt echt een hele leuke muts van. You're on your head. The thing, it's really nice. Oh, thank you. Okay, you're welcome. Maar hij heeft iets heel cute natuurlijk. Een beetje onschuldig. Ja. Waardoor je hem ook niet zo snel tegen me zegt van, hey, wegwezen, weet je wel. Hij heeft iets heel liefs. Ja. Dat was super gedragen, heel mannelijk kwam je daarover. Hi. Je hebt echt een hele leuke jas, die felle kleur. Dat haalt je echt heel erg af, moet ik zeggen. Hey. Waar kom je vandaan? Germany. Oh, Germany. Ja. Oh, oké. Okay. Maar je spreekt wel Nederlands? Een beetje. Oh, een beetje. Ze vindt het wel leuk, denk ik. Zo, dus je houdt van vakantie? Wat is het verste land waar je geweest bent dan? Australië. Australië? Dat is helemaal aan de andere kant van de wereld dus. Wat gaat er goed en wat gaat er fout? Nou, wat er goed gaat is dat hij ontspannen is. Wat er fout gaat is dat hij vraag op vraag op vraag stelt. En eigenlijk weinig over zichzelf prijsgeeft. Aan nummer vragen? Ja man, dat was wel best wel sterk hoor. Okay. Gaat hij toch nog terug waarschijnlijk? Dat hij zelf... Hey, nog even één vraag. Nog één vraag. Even. Oeh, interessant om te kijken wat er gebeurt. Dan bel ik je. Niet slecht. Maar ja, ik heb ook heel vaak mijn nummer gegeven. Iemand gaf gewoon het verkeerde nummer omdat ik niet durfde zijn neetje durfde te zeggen. Hij fout, ja. Dan ging iemand ter plekke bellen en dan ging mijn telefoon niet af. Oké, okay, thank you. I call you. Bye, have a nice day. Kan hij door het aanleren van deze versierskills zo aantrekkelijk worden dat het eigenlijk bij bijna elke vrouw wel lukt? Nou, niet bij bijna elke vrouw, maar bij heel veel vrouwen gaat hij succes hebben. Held. Held. Hoe voel je? Nou, goed. Mooi zo. Ja. Nou, aan aantrekkingskracht kan je dus behoorlijk sleutelen. Ik ben benieuwd hoe het met de 2 cursisten van versiercoach Daan en Arnoud gaat. Zijn ze klaar voor hun volgende praktijkles? Nou, we hebben de middag gehad. Ja. Jullie hebben nog een beetje bijgetraind. De avond is aangebroken. Wanneer is de avond geslaagd voor jullie? Ik wil wel natuurlijk een leuke avond en leuke gesprekken wil ik wel hebben. Oké, dus bij jou is de avond geslaagd als je een leuke avond en leuke gesprekken hebt. Ja. Wanneer is jouw avond geslaagd? Ja, met zoveel mogelijk vrouwen naar bed. Nou, dat is er misschien wel een onderdeel van. Ik hoop wel beide wat te zeggen, ja. Laat die uitkomst lekker los, maar gelijkertijd ga ook voor wat je wilt. Let's go. Let's go. Ze hebben allebei duidelijk een ander doel. En ik vraag me af of dat ook verschillende resultaten oplevert straks. Zou het Max inderdaad lukken om zo aantrekkelijk over te komen dat hij een vrouw mee naar huis krijgt? Er hangt in ieder geval voldoende liefde in de lucht. Benieuwd of dat ook voor Max geldt. Dit is Max. Wie wil jij, links of rechts? Links of rechts? Rechts. Hoi dames, hoe is ie? Goed. Jullie zagen er leuk uit. Ik dacht, ik kon even een praatje maken. Ja. Hey, hoe kennen jullie elkaar? Handen om te weten. 7 jaar vriendin. We kennen elkaar van de studie. Wat was het? Rechten. Ja. En nu ben je zo'n assistent van een advocaat? Ik ben zelf advocaat geweest. Dus, Ik zeg je eerlijk, ik had het echt niet verwacht. Gaat hij zich hier uit te redden?
Wat had je nou verwacht? Dat ik ergens achter de kassa bij Albert Heijn Die kassa, maar gewoon een soort van kledingwinkel of zo. Oh, dit is kortlichtig. Dat kan niet. Nee, maar luister dan. Moet je ook echt openstaan voor een nieuwe ervaring. Ik zie dat jullie ons lastigvallen. Ja. Ja, ik vind het ook tenenkrommend. Ik vind het echt, ja. Arme jongen, hij doet zo zijn best. Jij lijkt me de assistent van advocaten. Waarom zeg je zoiets stoms? Nou, omdat jullie hem hebben geleerd dat hij een vrouw moet pesten. Dus hij denkt dat dit pesten is. Pesten is wat anders dan afkraken. Ja, maar dat heeft hij nu niet helemaal goed begrepen. Dat heeft hij niet goed begrepen. Ik vind het moeilijk, man. Er moet even een knop om. Van dat dit wat hij nu doet, dat niet werkt. Je wilt gewoon plagelijk zijn, niet dissen. Dus hou het heel licht. I'm begging you for mercy, mercy. Ik heb me eigenlijk nooit zo gerealiseerd hoe ingewikkeld die paringsdans tussen mannen en vrouwen soms kan zijn. Terwijl Max buiten even de tijd krijgt om zijn zonde te overdenken, is het nu de beurt aan Wouter. Hi, wat een boer. Zijn thuis, twee meiden. Ja. Jij spreekt de meid aan het raam dan. Ja, oké, is goed. Een leuke vrouw. Nou, volgens mij ben je hier niet geboren, bro. En je lijkt wel een beetje dat je van platteland komt. Hoezo? Weet ik niet, ik zie al op. Dit is een leuke manier plagen. Als zo'n emmetje zit, dan voor zo'n koetje, een koe aan melken en... Dus je ziet dat de aantrekkingskracht hier vele malen hoger is. Die advocaat, hij weet veel beter emoties op te wekken bij haar. Met name inderdaad door leuke vragen te stellen. Komt heel echt over zoals hij praat. Zij denkt ook niet van hij moet iets van me of zo. Maar je hoort geen boer, dat is het. Je bent echt expressie heen gegaan. Oh, je hebt wel een vriend. Ze heeft een vriend. Oh, man. Maar ja, vrouwen kunnen toch aangetrokken zijn, ook al hebben ze een vriend. Maar ja, oké, jongen. Jij hebt mij nooit aangetrokken. Hij heeft aantrekkingskracht. Gekregen. Nou, ik ging deze dag dus in met de vraag of aantrekkingskracht iets is waar je mee geboren moet, waar je mee geboren wordt, dus je hebt het of je hebt het niet, of dat het iets is wat je jezelf aan kunt leren. En ik heb een leuke conclusie, want al word je geboren als lelijk kikkertje, dan kan je alsnog zeg maar eigenlijk die prins op het witte paard worden. Vandaag gezien dat je dus een heel eind kan komen door jezelf vaardigheden aan te leren, maar ook gewoon door niet meer zo bang te zijn, vaak op je bek te gaan. Maar ja, je komt een heel eind. Is er nog hoop voor jullie, jongens?